Eén, lees het boek. Maar twee, ja, een beetje wat Hilde ook zegt. Probeer een droom die je hebt ergens te gaan formuleren. En doe er iets mee. Ik heb 3 jaar geleden het geluk gehad om met Hilde door zo'n trajectory te gaan. Dat heeft ze bij mij gedaan. En ze heeft mij geholpen om een aantal dromen te formuleren. Die ik ondertussen ook al gerealiseerd heb. En er zijn weer nieuwe ontstaan. Dus ik moet zeggen, haar methode helpt. Dus dat boek eens lezen en misschien ook eens naar een trajectory gaan.